Beste golfers, vandaag is het een belangrijke dag voor de VVG. We lanceren namelijk onze VVG-app. De nieuwste ontwikkeling in de digitalisering van onze golfsport. Na de vernieuwingen van de website vorig jaar zijn er nu twee nieuwigheden te verkrijgen. Enerzijds is de e-golf vernieuwd. In deze website is responsive geworden. Die is dus te bekijken, zowel op tablet als op smartphones. En daarnaast is er nu ook dus een app. Deze is gratis te downloaden en een heuse meerwaarde voor u als golfer aangesloten bij de VVG. Wat deze app allemaal kan, leggen we uit in dit introfilmpje. We hebben de app gedownload vanuit de Apple Store of de Android Store. En dus het icoontje is nu beschikbaar op onze tablet. We openen de app en we komen bij het inlogscherm. Je logt je in met uw federaal nummer en met uw e-pascode. Dus dezelfde inloggegevens zoals het bij eGolf Interactive al het geval was. De app is mede geproduceerd door Van Lanschot, die wij van harte danken voor deze mooie realisatie. Dat brengt ons bij het introductiescherm, het startscherm. Het eerste wat u opvalt is een naam en de handicap. Dit is de meest actuele handicap die u nu bezit. Als u hierop doorklikt, komt u bij de laatste wijziging, de laatste correctie van deze handicap terecht. U gaat terug naar het startscherm en we gaan u kort het menu onderaan presenteren. Het eerste minuutje is Mijn Info. Hier staan eigenlijk al uw gegevens, uw wedstrijden, uw reservaties, die dus op dat ogenblik beschikbaar zijn. Het tweede minuutje betreft Kalender. Hier kan je alle wedstrijden en activiteiten raadplegen binnen een bepaalde periode en je kan via de zoekmodule ook verschillende wedstrijden of activiteiten opzoeken. Het volgende minuutje betreft het menu Handicap. Dankzij deze app heeft u steeds uw handicap op zak. Hier kan je dus uw spelniveau bekijken en de laatste wijzigingen bekijken. De volgende rubriek betreft de rubriek Badges. Deze pagina is opgedeeld in drie delen. De eerste is Leaderboard, daarna uw badges en test jezelf. Binnen Leaderboard kan je verschillende rankings raadplegen en kan je zien wie de Birdie King is bijvoorbeeld van jouw club. Als u doorklikt op uw badges, krijgt u een overzicht van alle badges die je al verdiend hebt dit jaar. Het is immers zo dat al uw wedstrijden, al uw prestaties die gespeeld worden binnen een e-golf geregistreerde wedstrijd, gaan u badges opleveren. Bijvoorbeeld uw persoonlijk record op een bepaalde baan of uw aantal birdies. Dan verdient u een badge en kan u die ook delen op Facebook of Twitter. En zo kan u laten zien aan uw vrienden welke badges je al verdiend hebt en kan je ze ook uitdagen. Ook onze partner Van Lanschot gaat jou feliciteren met een leuke hole-in-one wedstrijd. Dat brengt ons bij Test Jezelf. Test Jezelf is er vooral voor de beginners en ga je het gebruiken op de driving range. Je kan dus leuke uitdagingen en testen selecteren en je scores noteren en ook via die weg kan je hele leuke badges verdienen en die sharen op Facebook. Komen we terug bij het startscherm, komen we bij het volgende menu, namelijk VVG Media. Hier blijf je op de hoogte van het recente VVG-nieuws en de prestaties van onze Belgische spelers. Ook verschillende PDF-documentjes worden er ter beschikking gesteld. Zo zijn er documentjes rond Start to Golf of rond het stappenplan. De volgende rubriek betreft de rubriek Clubs. Hier staan alle VVG-clubs netjes genoteerd op een leuke kaart. Je kan inzoomen en een rood pinnetje aanduiden en dan krijg je de gegevens van de golfclub. Je kan ook zoeken via de lijst en via de naam van de golfclub. Een derde mogelijkheid is
om de GPS-functie te gebruiken van je tablet of smartphone en de golfclubs in volgorde te verkrijgen naar gelang de afstand waar je je bevindt. Zo kan je een club selecteren en bellen voor een rondje te gaan spelen. De laatste rubriek betreft reservatie. Deze rubriek is afhankelijk van je golfclub. Werken zij met een reservatiesysteem voor hun tee times en voor hun pro's, dan zal je deze hier ook ter beschikking krijgen en kan je ook een starttijd of een pro reserveren via de app. Zo, dat was het overzicht van de nieuwe VVG-app. Wij hopen dat jullie hem allemaal massaal downloaden.